Die verhalen die ken ik. Die ken ik als de beste. En die zijn voor ons als Abracabo FNV ook leidend in ons verzet en onze kritiek op de kabinetsplannen die nu voorliggen. Die kabinetsplannen die zijn aan de ene kant heel erg vaag. Ze zijn alleen heel erg concreet. Ze zijn vaag in wat er allemaal moet, wat er moet gaan gebeuren en welke gevolgen het heeft. Ze zijn uitermate helder in wat het moet opleveren. Dus in het eurobedrag is het bijna tot aan achter de komma allemaal al vastgelegd. Maar als je vraagt, ja, maar wat betekent dit nu, wat betekent dat nu, dan is daar moet dan nog heel erg veel over nagedacht worden. Het zijn slechte plannen, het zijn desastreuze plannen. Het is niet alleen, de plannen zijn niet alleen slecht, omdat ze de mensen met een arbeidsbeperking op achterstand zetten. En onder het wettelijk minimumloon neerzetten. Maar wat ik het hele ontluisterende eigenlijk vind aan deze plannen, en zo heb ik het er ook met onze kamerleden van de Bond al over gehad, wat ontluisterend is, is dat er aan de ene kant de suggestie is dat de SW blijft bestaan, en dat iedereen erin kan blijven zitten die daar nu in zit, en dat sust, in ieder geval heel veel mensen die er nu in zitten, zou daardoor in slaap gesust kunnen worden van nou, goed, voor mij is het dan, lijkt het in ieder geval wel geregeld. Maar al die anderen die er nog achteraan komen, daar wordt helemaal niets voor geregeld. En dat is dus eigenlijk, hoe noem je dat? Ja, dat is zo opportunistisch en zo misbruik maken van de situatie. En dan ook nog met de suggestie dat er ten aanzien van die SW, ja, de suggestie is dat er allemaal niet zoveel verandert. En ik kan u garanderen dat daar van alles in gaat. Dus, eigenlijk, José, is dat dan toch vreselijk gemeen en vals? Gemeen en vals, ja. Het is, je kunt het ook politiek handig noemen. Dat vond ik ook wel in eerste instantie. Nou, politiek is het handig om het zo te doen. En het is aan ons als vakbeweging en aan SP en welke andere politieke partij die daar ook maar in tegendeel ageren, om duidelijk te maken wat de concrete effecten zijn van deze bezuinigingsmaatregelen en wat dat gaat doen met elk individu die nu het geluk heeft om in de SW te zitten, want dat zo moet ik het bijna toch wel zeggen, die nu het geluk heeft om in de SW te zitten en al die anderen die niet dat geluk meer zullen smaken om in de SW terecht te komen. Dus dit is nog maar het begin. Dit is nog maar het begin van